Dit is pretty nice. Ik weet niet wat dit is, bro. Dit is nat hout. Hey, dit is een big bag. Open it up. Wow. Wie eet er geitenkaas als ontbijt? Wat is dit? Yo, where the eggs at? Ik drink geen koffie. Ja, waarom heb je dat dan? I don't drink coffee. Hallo, hallo, hallo. What the fuck? Ik heb net... Kijk. We hebben net 50 euro aan ontbijt gekocht en... Yo, waar zijn die boter? Mijn vriendin heeft ontbijt gekocht. Ik ben broke as fuck. Ze zijn al mijn dingen vergeten. Zo, dit is een room. Het is een very nice room. Ook een badkamer. Ze zijn dus alles vergeten en... Oké, ik was hyped van niks. Ook niet met zo'n huis leveren, want je krijgt toch nooit wat je besteld hebt. Hallo, bonjour. Goedemorgen. Wij hadden eten besteld via Deliveroo, maar jullie zijn al de boterkoeken vergeten. Deliveroo, Je parlais un petit peu français, donc... C'est pour un souci, pour une commande ou c'est quoi? Oui. Et tu as oublié les pains au chocolat et crème beurre. D'accord. Oui. Et vous avez pas reçu? Oh, peut-être pas reçu? Je ne comprends pas. Ça a commencé aujourd'hui ou c'est... Oui, 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 c'est aujourd'hui. C'est ici, mais tu as oublié beaucoup de choses. Ja, ik heb niks begrepen van het einde. Misschien heeft die guy van Deliveroo ze op... Nee, fuck you, Ryan. Ik verstond er geen fuck van op het einde. Vous voulez passer aujourd'hui ou demain? Nee, ik had er echt niet om, what the fuck. Désolé, c'est très gentil, monsieur. Was er niet vergeten te zijn. Het is de karameltaart. Ga je echt zo... Aan de telefoon zeggen ze van, yo, we gaan iemand sturen die Nederlands praat. Nope, die tweede persoon sprak ook en hij hoort. Bonjour, c'est quoi? Ik ben in Brussel. Hou hier. Oh, die dikke, dikke, dikke stront vliegen weten dat weer op dierendag is. I don't know. I don't care. Is het... Studeer wijzer. Fijne werelddierendag, bro. Got some great shoes. Got these new pants. Got... Hey, that are great shoes, man. That's a beautiful outfit, man. With the shoes and the t-shirt. Thanks for the money. See you next time. Hey, check. Ik ben ook gaan bungee jumpen in Scheveningen. Wow. Die volledige video's staan op het channel van Galaxy. Jullie moeten die maar checken. Links staan in de beschrijving. Check die na deze video. Check eerst deze video kijken, dan die video. Pretty nice. Hey, go check that in de beschrijving. Het was een leuke dag. Tot de volgende keer. What the fuck? Kijk, het probleem is dus dat mijn vriendin studeerde in Brussel. Ik ben nu in Anderlecht of zo. Yo, nowhere, man. Ik voel me echt super veilig in Brussel. Hey. Okay. Ik heb ook deze broek gekocht, dit is een nieuwe nice pants, man. Ik ben veel te laat, ik heb geen 4G en ik weet niet waar de bus is. Oh, fuck. It is great. Hey, nice! De bus rijdt gewoon door. Hey, is cool. Nu mis ik mijn trein waarschijnlijk sowieso. De kans dat de volgende bus op tijd komt is 1 om niks. Ik ga een uur in Brussel-Zuid zitten, hey. Cool, pull the fuck up, we out here. Ik was op tijd. Nee. De controleur hoor die deur niet meer open doen. Ik hoop dat ik ga shank. I smell weed. Hey, ik hoop dat ik ga shank door of zo hier in het station. Fucking in mijn zien jullie aan mijn hoofd dat ik ga sprinten voor niks? Hey, fuck alles. Hey. Shit. Door dat mijn trein gemist heb ik al dit gezien. Hey. Dan kom je dus buiten. En dan ligt dit hier. Dit is er Enzo Knol in de broer. Enzo, wat doe Enzo? Wat? Enzo Knol is een wijk in Antwerpen bij Gerrit Late Night. Ik vraag aan dus de Nederlandse vlogger om te komen naar... Hey, dat is cool, de real vlogger. Denkt iedereen in België weer van... Hey, daar is Nathan van der Gunst, de vlogger. Het nieuws kan mijn naam ook gewoon niet uitspreken. Ze hebben mijn naam op elke verkeerde manier uitgesproken. Daar is Nathan van der Gunst. YouTube beter bekend als de vlogger Acid. Nathan van der Gunst heet hij, maar hij noemt zich Acid. Nathan van der Gunst. Het is echt voor alles verkeerd uitspreken wat je verkeerd kan uitspreken. Is cool. We zijn in Gent nu. Ik weet niet waarom. Ik moet nog altijd fucking lang wachten op mijn trein. Ik weet niet hoe het komt dat ik mijn trein altijd mis. Ik was er in Brussel nog mee aan het lachen dat ik hem waarschijnlijk ging missen. En dan mis ik hem echt. Als ik straks thuis ben, het is werelddierendag. Dus ik ga mijn kat een worst geven. Het is weer zwartrij gang. Geen ticket als ik trein mis. Door die nieuwe regeling dat trein 30 seconden vroeger vertrekt. Ik snap ook niet waarom. Mis ik echt veel trein.
Zo weet ik, ben niet goed in op tijd komen. Hé, hey, maar hoe nou? Als ik ga gepakt worden door de controleur, dan ga ik zeggen van bro, ik weet niet wat dit is, bro. Dit is nat hout. Luister naar dit. Yo. Skateboard is kapot, bro. Is no good, man. Ik weet niet eens of dit echt is. Nee, waar heb je dit al gevonden? Nee, mijn tennis. In je tuinhuis. Ik denk dat ik hier wel iets mee kan. Yo, wil je even filmen? Ja. Je hebt een nieuw skateboard nog. Ja, weet ik. Nog eind. Met een kapot skateboard. Dit is niet goed. Nee, weet ik. Je hebt een nieuwe play, bro. See you later, man. Yo, this guy. Welke schoenmaat heb je? 44. Ik denk... I got you, man. Yo! I got you. Hey! Dat ze zeggen dat ik niet vriendelijk ben. Yo, bless you with the socks, man. Hey, poelo, je mag die wel niet verkopen. Ik dacht dat hij nooit thuis ging komen. Hey, we made it, man. 3 uur van Brussel naar Blankenberg. Vraag me niet hoe... Ik heb deze bril van Nerf teruggevonden in mijn kast. Eerlijk, even hoe... Wow. Oh, dit was 5 uur, denk ik. Weet jullie welke dag het is vandaag? Het is Werelddierendag. Hey, fijne Werelddierendag, poesie. Hoe gaat de Werelddierendag voor jou? Justin Bieber laag in de bek, joh. Fijne Werelddierendag, bro. Hey, het is tijd om te zitten in mijn stoel en League of Legends te spelen. Pull op, hey. That's pretty nice. Yes. Hey, hoe gaat de Werelddierendag? Waar is de andere pussy? Fijne Werelddierendag. Miauw, 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 miauw. Fijne Werelddierendag, vriend. How you doing? Wil je een cadeau? No, bro, I got a present for you, man. Ik heb het beste cadeau ooit voor je Werelddierendag, vriend. Are you ready? You ready for the present? Ik weet niet of jullie hem zien, maar... Is het hier? Hello, bro. Hij is niet zo hyped, denk ik, joh. Wil je het cadeau of niet? Ik weet niet wat je zo raar zit te doen daar. Maar ik heb een cadeau, dus ik kom. Ik heb een zonnebril, bro. Kom je cadeau halen, neef. Oh, shit. Dit. Daar is je zonnebril. Ik denk niet dat Werelddierendag zijn favoriete dag is. Hé, laat die ook gewoon leggen, bro. Het is gewoon een goede zonnebril. Ik weet niet waarom hij hem niet wil, yo, bro. En nu is hij weg. Hey, tot zover Werelddierendag. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Yo, bro. Het is een beetje Werelddierendag voor ons ook. Waar zijn de poesies? Yo, er iemand pasta? Marcel! That was very nice. Thanks for food. Weet jullie nog dat ik zei daarnet dat... En zijn knol... Bij Gert late night was, jongen. I just saw this. I cringed till the bone almost died of shit. Ik kijk nooit tv, maar dit is wel de moeite. Wow. Voilà. Dit is echt een prachtig plaatje. Gert Late Night, straks op 4. Yo! Tot zover is Samson aan haar luck geweest. Gert, what are you doing me? Is Enzo Knol guys taking over me? Wat vind je van Enzo Knol? Ja. Ik hoor ook van Gert, mijn mama is zo chill. Fijne Werelddierendag. Ik heb net naar de aflevering gekeken van Gert Late Night met Enzo in. Kijk, wat ik nu ga zeggen, veel mensen gaan denken dat ik dat zeg omdat ik boos ben, dat hij daar zit en dat ik niet gevraagd ben of zo, maar daar komt het eigenlijk niet op neer. Kijk, luister even naar wat ik zeg. Ik ga een hoed aandoen met mijn haar. Vloggers verdienen veel geld, dit, dat. Campagnes, dit, dat. Toen ga ik weer zo de guys en die zeggen, ik doe geen campagnes. Ik doe wel campagnes als ze me zoeten. Als ik vind dat het echt fucking nice is, als ik vind dat jullie het echt moeten weten, als ik vind dat het echt leuk is, dan ga ik wel een campagne doen. Maar het probleem is, dat gebeurt niet veel. Door waar op tv is gekomen, hebben mensen nu weer een heel verkeerd idee van vloggers. Het is ook grappig dat ze Hollander nemen op Belgische tv, omdat ze denken dat er in België niemand is. Hebben het ook geen één keer gehad over Belgisch YouTube-land. Het ging alleen maar over hem en over wat hij doet. Maar het gaat er gewoon om dat elke volwassen persoon die naar Gert Late Night kijkt, en ik zeg, ze zijn fucking veel, hebben nu weer een heel verkeerd idee voor wat vloggers doen. Denken wij dat iedereen een vlogger is. Maar dat is nog het kleinste probleem. Ik ga het een beetje inleiden met het bericht dat ik heb gekregen van een guy. Iemand vroeg mij om een campagne te doen. Ik heb gezegd, nee, ik vond het een domme campagne, ik wou het niet doen. Ik weet niet of jullie Old Tacos kennen. Zo'n fastfoodcat of zo die nu begint in België. Die hadden mij gevraagd om iets te doen, die wilden mij daar heel veel geld voor geven. Fucking veel. Ik zei van, nee, ik wil niet het hoofd zijn van het taco-bedrijf. Dan zei hij, dit, dat, waarom niet, je krijgt nog veel geld. En dan heb ik gezegd, kijk, YouTube is nog altijd zo een beetje mijn wereld. Ik ga daar niet dingen opzetten waarvoor ik mijn schaam is shit. Toen zei hij, Belgische creators zijn echt heel dom op dat gebied. Ik ga je zeggen,
Ik zit soms ook samen met Jordi. Ik denk dat Kwabbelkop is dan. Dat YouTube-verhaal moet je volledig uitmelken. Echt waar. Alle campagnes aannemen. YouTube is tijdelijk. Kijk naar die revenue. Je moet alles wat je aangeboden wordt aannemen. Fok je fans. Denk aan het geld, start een bedrijf en investeer alles in vastgoed. Dat is wat ik zou doen. Dat zijn berichten die ik krijg van al die mensen die zo campagnes regelen. Dat is dit bericht, dit mij echt denken ze van, yo, dit is waarom ik geen campagnes doe. De mensen die campagnes doen, die denken echt zo. Die maken geen video's, die willen niet dat YouTube blijft. Die denken gewoon zo, melk alles uit en verdienen zoveel mogelijk geld aan. Ik kan niet zeggen dat Enzo dat doet, want Enzo heeft sowieso ook ergens een liefde voor YouTube. Zo denken heel veel mensen. Dat bericht... Ik zag het, je zou denken echt fucking veel mensen. Het is misschien wel slim, snap je? Zo denken van YouTube is niet tijdelijk. Ik ga hier zoveel mogelijk geld uit halen. Dit, dat. YouTube, ik ga niet liggen, is nog altijd één kunstwerkje die van mij is. Maar ja, mama, ik ga stil zijn. Ik ga geen video uploaden als ik de seconde voor ik die online zet denk van, yo, dit is echt heel slecht. Dat is het probleem wat ik heb met mijn campagne. Tuurlijk, dat geld is nice. Dat geld dat je daarmee verdient is fucking nice. Het probleem is dat ik niet volledig erachter zou staan als ik dat zou doen, snap je? Ik zou me schamen op het moment dat ik die video online moet zetten. Ik zou me schamen als ik een Instagram post moet zetten met zo'n hele advertentie. Beschrijving. Hashtag ad. Ik zou me echt schamen als ik dat online moet zetten. Mijn Instagram is ook mijn kunstwerk. Ik wil niet als mensen dat zien, dat ze denken van, oh, zo'n commerciële hond. Nee, ik wil gewoon ze zien van, hey, zo'n leuke guy. Laten we het erbij houden dat ik heel trots ben op wat ik doe. Hey boys, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Spreek zeker duimpje omhoog. Mijn naam is Lee. Ik pak misschien geen bakken geld met YouTube zoals mijn collega YouTubers, maar ik heb er wel nog altijd plezier in. En ik zou het wel heel jammer vinden als YouTube stopt. Ik ben zeker dat zij het niet zo jammer zouden vinden als YouTube stopt, want dan hebben ze toch genoeg geld. Hey. It's nice. Yo, hey, everything good. Ik ga morgen waarschijnlijk naar Rotterdam. En ik ga dat ook filmen. Dus daar komen er ook filmpjes van. Nee, hey, that's fucking cool. It's freaking nice, bruv. Misschien nog even naar beneden gaan en kijken of er daar eten is. Slap wel. Voor de rest is er niks. Bro, we hebben ook nog een kleine vraag voor u. Wat vindt u van de chicken nuggets van de Burger King? Mevrouw, het is... Mevrouw, het is gewoon een... Ja... Kijk, dat kan echt een... Bedankt om te kijken naar deze video.